Want hoe gaat dat nou? Hè? Hij is vandaag voor de eerste keer bij die groep geweest. Hij heeft met name geobserveerd. Hè? Dus, zijn assistenten hebben meer de training geleid. En ook bijvoorbeeld Dominique van Geugsen was er nog. En hij zat eigenlijk op deze manier op één knie echt te kijken, te koekeloeren. Hoe gaat dat nou in die groep als er een nieuwe trainer voor staat? Dat heb jij wellicht ook al meegemaakt natuurlijk in je carrière. Dan is er opeens een nieuwe baas. Wat gebeurt er in zo'n groep? Ja. Die nieuwe baas heeft nieuwe regels, die wil zich laten gelden. En je wil zorgen dat je weer bovenaan die pickorde in de hiërarchie komt, zodat je speelt. Maar ik heb zelden meegemaakt dat een trainer de eerste training aan zich voorbij laat schieten om te observeren. Dus dat vond ik op zich wel apart, zeker omdat zaterdag Excelsior al voor de deur staat. Ja. Zou je zeggen, je pakt ieder moment om die groep naar je hand te zetten. En dan praat hij al een kwartier, geloof ik, met Suntjes op het veld. Hij heeft er nog mee gesproken, ja. Ja. En dan denk ik van, ja, je weet toch dat die camera's erop staan? Dan zou ik dat al voor de training of na de training gedaan hebben. Dus maar waarom dan? Maakt dat uit? Ja, Suntjes is in principe een van de beste spelers van Fortuna. Ja. Dus, en dat ligt de laatste tijd niet zo lekker, blijkbaar. Dus dan had ik daar vooraf mee gepraat. Ja. Dat hoeft toch niet alle camera's gelijk te zien? Maar het is toch ook geen geheim dat Suntjes weer een wake-up call nodig heeft, omdat hij afgelopen weekend niet in de basis en nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat er binnen Fortuna heel slecht gecommuniceerd wordt, ook naar de spelersgroep toe en sowieso naar de trainers toe. En Suntjes is een echte liefhebber, een gevoelspersoon. Ik denk dat daar het probleem ligt. En natuurlijk is het een lastige jongen als het niet zo gaat als hij wil. Maar het is wel een van de belangrijkste spelers die Fortuna in de Eredivisie moet houden. Ja, maar hij moet zaterdag gewoon spelen dus, Suntjes. Absoluut.